De Hedy d'Ancona-prijs is een prijs voor excellente architectuur in de zorg. Eigenlijk heeft de zorg niet echt meegedaan in de prijzen in architectenland van de laatste jaren. Dus dat wetende hebben we ook de Hedy d'Ancona-prijs ingesteld. Om te zeggen van de zorg is belangrijk en we willen het een extra stimulans geven. Het Deventer ziekenhuis is natuurlijk echt een heel grootschalig gebouw. Het grappige van dat Deventer ziekenhuis is eigenlijk dat daaraan dat ze gebruik hebben gemaakt van kennis die ze hebben opgedaan bij mooie vliegvelden en dat de entree heel toegankelijk is en allerlei publieke functies als het ware aan elkaar verbindt. Je wordt dat ziekenhuis binnengeleid en verder geleid naar de plek waar je zijn moet. Het ziekenhuis is zowel van buiten als van binnen heel erg mooi en een steun voor de mensen die daar zijn. Je zou kunnen zeggen dat we komen uit een tijdperk dat zorggebouwen vaak grauw en saai waren. En dat vinden wij ontzettend jammer, omdat juist in de zorg de architectuur zo'n belangrijke aanvullende betekenis kan hebben. Groot Klimmendaal is een revalidatiecentrum, Arnhem. Een prachtige, bosrijke omgeving. En de architect heeft op allerlei manieren een synthese teweeggebracht tussen de omgeving, dat prachtige bos, en de functies die zich in dat gebouw afspelen. Er is op een ongelooflijk ingenieuze wijze gebruik gemaakt van kleuren, van de mogelijkheid om daar te revalideren door allerlei, wat ik dan grappen noem, die zich in dat gebouw afspelen. Bijvoorbeeld trappen die een inzicht of een zicht verschaffen op de ruimtes waar mensen bezig zijn, terwijl je zelf, misschien voor je net geopereerde knieën of je hart, die trappen neemt. Maar dat is een avontuur in dat gebouw. Ziekenhuizen hebben vaak de sfeer van marmoleum, van die witte wanden, TL-verlichting. Wij hebben gezegd, die willen we niet. We willen gewoon een aangenaam gebouw maken voor de mensen die hier zijn. Dus, wat hebben we gedaan? We hebben prachtige vlakke plafonds gemaakt. We hebben geen marmoleum gebruikt, maar een eenvoudige gietvloer. We hebben geen krakelee wanden gemaakt, maar een vinyl laten maken die een iets getinte kleur heeft, maar niet wit is. Dat hebben we sterker gemaakt door op allerlei plekken in het gebouw kleur toe te voegen. Kleur die te maken heeft met de plek waarin je bent in het gebouw. Het is dus ook heel toegankelijk voor niet-revalidanten. Je kunt er ook zwemmen, je kunt er aan fitness doen. Mensen van buiten kunnen dat gebouw dus in. En de mensen die in dat gebouw zijn, zijn eigenlijk opgenomen in die prachtige bosrijke omgeving van wat die prijs beoogd te zijn. Eigenlijk spreekt de zorg een andere taal dan de architect. En als je als opdrachtgever en architect die taalbarrière niet weet te overwinnen, dan blijven het twee werelden. En dan heb je misschien wel een mooi gebouw, maar om dat zorgconcept ook echt in dat gebouw vertaald te krijgen, op een goede manier, ja, daar moet je een grote inspanning voor leveren. De Hoge Wiek in Weesp is een bijzonder voorbeeld, omdat het als het ware een buurt op zichzelf is. Wat ons ultiem streven, zeg maar, is dat iemand volledige regie over zijn eigen leven kan houden. En dat hebben we kunnen bewerkstelligen door de wijk zo te bouwen dat er één toegangsmogelijkheid is, dus ook één uitgang is. Maar daarbinnen is het helemaal open, is het helemaal vrij. Kun je zelf beslissen of je die voordeur uitloopt, wanneer je naar buiten wilt, of je naar buiten wilt überhaupt. Het gaat daar om dementerende ouderen.
Die kunnen daar rondlopen, dat gevoel ook ervaren dat ze in een buurt wonen. En ze wonen met 7, 8 mensen in een huis, wat een speciale sfeer vertegenwoordigt. Dus er is een Indisch huis, er is een Goois huis. Kortom, ik geloof dat ze 6 verschillende woonstijlen hebben. Maar ze hebben daarnaast ook nog heel veel verenigingen. En daar kun je dus ook lid van worden. Dus dan ontmoet je weer andere mensen uit die omgeving. Als we het hebben over healing environment, is het wel veelbetekenend dat niemand van die oude dementerende mensen daar het bed houdt. Iedereen is op. En dat zegt dus iets over de manier waarop het zorgconcept gestalte heeft gekregen in de architectuur. De Rietvink in Amsterdam is een geslaagd voorbeeld van een huis voor ouderen, omdat het eigenlijk één is met de buurt. En er stond al een huis en de architect heeft dus door er een etage bovenop te zetten, onder andere een perfecte synthese gemaakt met de buurt daaromheen, met de architectuur van de Brouwersgracht in Amsterdam. Binnen zijn we zoveel mogelijk uitgegaan van de bewoner. En we hebben daarmee geprobeerd om een huiselijke situatie te maken. We hebben met de vloerwerking, met de wanden en de plafonds geprobeerd om niet het standaard marmoleum en vlaagde plafonds in te zetten, maar een houtsoort op de vloer te leggen en ook behang te nemen, zodat je verschillende sferen krijgt op verschillende verdiepingen. Het is een gebouw van en in de buurt worden. Er wonen ook mensen in die uit die buurt afkomstig zijn. Het is een huis waar het zorgconcept en de architectuur, de sfeer in het hele gebouw, ook een uiting zijn van hoe je op een hele prettige en interessante manier ouderen tot normale bevolkingsgroep bijna van een buurt kunt opvangen en meenemen. Ik denk nog steeds met vreugde aan het woon-werkproject Oosterdeel. Omdat ik nog wel een week lang de allerheerlijkste groenten heb gegeten die daar worden gekweekt. Het is een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ze werken daar op kleine eilandjes die om dat project heen zijn. Dan varen ze met een bootje naartoe. Dus het is dus echt een prachtige aansluiting op het natuurlandschap. Dat was ook bedoeld. Het is hier wonen alsof je in een parel woont. Met dat gebied, met dat water, met het werk, midden in de natuur. De architect is erin geslaagd om vanuit antroposofische opvattingen een soort vervuld leven te creëren voor deze mensen, waarbij de jury wel wat aanmerkingen had op de binnenruimtes. Die hadden kleinschaliger, misschien gezelliger gekund. Maar de sfeer die is gecreëerd, de aansluiting op dat landschap, daar was men heel enthousiast over. En natuurlijk bovenal dat dan de opdrachtgever, een architect, zoiets interessants wordt bedacht, dat mensen daar zo nuttig en interessant werk kunnen doen. Het gezondheidscentrum Sint-Jozef in Deventer, dat was een klooster. En ten opzichte van de wijk, eigenlijk een heel gesloten fort natuurlijk. De architect die heeft heel knap dat gebouw van binnen opengemaakt. Doorzichtig bijna. De oude nauwe kloostergangen zijn vervangen door hele mooie, esthetisch mooie trapportalen. Het zorgconcept is niet zo bijzonder, want we hebben natuurlijk overal een gezondheidscentrum waar een fysiotherapeut en een dokter en een verloskundige zitten. Maar wel bijzonder is dat iets wat eerst als een gesloten fort zich in die buurt bevond, nu eigenlijk optimaal dienstbaar is gemaakt en opgenomen is als een onderdeel van de wijk. Weer een heel leuk voorbeeld hoe je door verbouw en door goede ingrepen iets bestaands kan bewaren, maar toch heel erg kan veranderen.